Dus de duur van de relatie heeft meer te maken met de frequentie van seks dan je leeftijd. De mensen die in het Erasmus MC bij een seksoloog komen, zijn mensen die een ziektebeeld hebben of een aandoening waarvoor ze in het Erasmus MC ook behandeld zijn. En die veranderingen hebben gemerkt op het gebied van seksualiteit. En die dan graag willen dat die veranderingen teruggedraaid worden of het probleem waar ze tegenaan lopen opgelost worden. En als seksoloog gaan we op zoek met ze naar of het inderdaad te maken heeft met het ziektebeeld of de behandeling of misschien meer met de manier waarop ze ermee omgaan. En als we die analyse hebben gedaan, dan gaan we met ze kijken, goh, wat kunnen we eraan veranderen? Kunnen we het weer helemaal terugdraaien naar hoe het was? Vaak helaas niet. Maar in de meeste gevallen kunnen we wel dingen veranderen waardoor mensen weer tevreden zijn met hoe het gaat. Of hebben kunnen accepteren dat sommige dingen niet meer zijn zoals ze waren. Ja, zeker. En dat heeft deels met hormonen te maken. Maar daar is al veel over gezegd in andere filmpjes. Het heeft met name ook te maken met de context waarin je zit. Want hormonen heb je nodig voor zin in seks, maar geven niet automatisch zin in seks. Dus waardoor je zin in seks krijgt, is een leuke context. Met elkaar praten, prikkels die interessant zijn, die nieuw zijn, die aantrekkelijk zijn. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je hebt in het begin van een relatie. Dat zien we ook bij mensen die een stuk ouder zijn, bijvoorbeeld 70 of 80, en een nieuwe relatie krijgen. Die zijn weer helemaal verliefd en die gaan opeens weer veel vaker seks hebben. Dus dat heeft meer te maken met de duur van de relatie dan met de leeftijd. Dus op elke leeftijd kan seks nog leuk zijn. Ja, vooral leuke seks is gezond. En dat heeft ermee te maken dat het op psychologisch vlak helpt bij hechting en een gevoel van intimiteit. En op meer biologisch vlak dat het pijn kan verminderen bijvoorbeeld of dat je er beter door kan slapen. We kennen denk ik allemaal wel de verhalen van mensen die zeggen dat ze niet alleen maar masturberen voor de lol, maar omdat ze daarna gewoon lekkerder slapen. Dus dat zijn allerlei effecten die helpen voor de gezondheid. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie heeft erkend dat seksualiteit een onderdeel is van kwaliteit van leven. Dus het wordt echt serieus genomen. Wat nog wel een beetje onduidelijk is, is wat is nou de kip of het ei? Ben je gezonder doordat je meer seks hebt of heb je meer seks doordat je gezonder bent? Dat is nog een beetje onduidelijk, maar dat er een relatie is, dat is zeker.